De reacties kwamen eigenlijk van overal, wel heel breed. Ja, natuurlijk gewoon voornamelijk vanuit de wielerwereld. Maar wat ook leuk was, en dat hoor je soms nog terug van mensen van de vereniging die ik misschien nog nooit niet meer gezien had na dat kampioenschap. Die dan wel mij kenden als klein meisje en die echt zeiden, ja, we zaten zo voor de tv mee te supporteren en mee te leven met jou. En dat is wel heel leuk om te horen. En dat het ook met dat soort mensen heel veel doet eigenlijk. Misschien wel meer als bij jezelf. Ga je nog eens terug naar dat moment? Hoe ging dat? Ja, het ging eigenlijk op een onwaarschijnlijke manier. Eigenlijk al heel vroeg in de aanval. Alleen. Dus ja, dan verwacht je niet echt dat uitmunt tot het einde van de wedstrijd. En tot halverwege ging het allemaal wel lekker. En daarna hield ik het ook nog wel een aardig tijdje vol. Alleen zeker de laatste 2 ronden is toch wel echt op karakter gegaan. En heb ik echt gewoon tot het gaatje moeten gaan om alleen vooruit te blijven. En het is toch wel heel bijzonder als je zo tijd alleen rijdt. Dan heb je hem binnen. En dan? Wat komt er op je af? Ja, nou ja, onwerkelijk. Het is natuurlijk wel iets wat je als klein kind altijd al van droomt. En je verwacht echt niet dat eigenlijk dan toch zo rap komt. Het jaar daarvoor natuurlijk wel derde. En het was hetzelfde parcours. Je weet dat het je ligt. Maar je verwacht echt niet dat je dan gelijk titel pakt. En in eerste instantie was ik gewoon helemaal naar de kloten. Dus dan... dan ben je gewoon zo moe, dan, volgens mij besef je dan gewoon helemaal nog niet. En later natuurlijk wel als je een beetje tot rust komt en het is gewoon super gaaf. Wordt er echt naar je gekeken in de koers, anders dan anders? Ja, toch nog wel iets extra's heb ik het idee. Ze weten volgens mij over het algemeen altijd wel al dat als ik lekker rijd dat ik een strijdlustige renster ben en dat ze me gerust in de gaten kunnen houden. Maar zeker zo'n kleurtruitje dat valt gewoon op en dat zet de mensen dan toch nog net even wat scherper om eerder te reageren soms. Dus dat merk je wel. Ja. Ja. Nu is eind juni het volgende NK in Ootmarsum. Heb je al eerder gereden? Wat verwacht je daarvan? Want dat is net een ander parcours, maar is het toch best slopend, of niet? Het is zeker een zwaar parcours. Het kan ook op de kant gaan en dan nog zo geniepig een beetje omhoog lopend. Dus dat is absoluut een zwaar parcours. Het heeft wel wat meer kansen voor verschillende soorten rensters. En ik verwacht sowieso gewoon een hele zware koers waarin... er gewoon een kopgroepje zal zijn. Ik verwacht niet dat dit een parcours is waar weer iemand zomaar eventjes alleen vooruit kan gaan rijden een lange tijd. En wat ik kan zeggen, het ligt gewoon absoluut niet vast van het gaat tussen deze 5 rensters, zoals misschien in Limburg wel was. Mm-hmm. In Limburg, dat is toch nog selectiever. En, dat maakt de strijd des te leuker, denk ik, omdat er ook gewoon qua teams meer rensters in aanmerking komen en dan moet er toch een flinke strijd geleverd worden.